voor een waarde van 10 miljoen gulden aan bedrijfsauto's was bijeengebracht op de 37e RAI tentoonstelling in Amsterdam, die weer in de eerste plaats bedoeld was voor de vakman. Voor hem was er dan ook veel te zien, al ontbraken op deze expositie revolutionaire nieuwigheden. De Jeep heeft zich sedert zijn verschijning in de oorlogsjaren weten te handhaven. Pas dit jaar is er een van een geheel afwijkend model aan de markt gekomen. Van Nederlandse makelij is dit elektrische bestelwagentje dat een topsnelheid van 15 km per uur kan halen en waarvoor geen rijbewijs nodig is. Het ontvangt zijn energie van een speciaal type tractiebatterij van 24 volt. Een ander product van de Nederlandse industrie is deze automatische veegmachine voor trottoirs en smalle straten. Driekwart van het totale vrachtvervoer in Nederland geschiet tegenwoordig per auto. De zwaarste transportauto's hebben nu een dubbelstel bestuurbare voorwielen. Steeds meer wordt rekening gehouden met het comfort voor de chauffeurs. Een Nederlandse firma introduceerde voor het vervoer op de lange afstand een cabine met een tweetal slaapplaatsen. Dat ons land ook met betrekking tot de carrosseriebouw de buitenlandse concurrentie glansrijk kan doorstaan, wordt onder andere bewezen door de touringcars, die steeds geriefelijker worden en waarvan miljoenen mensen jaarlijks gebruik maken. Zo toonde deze internationale expositie op indrukwekkende wijze de belangrijke plaats van de bedrijfsauto in het hedendaags verkeer.